ochtend. En het is goed om dit soort ervaringen met elkaar te delen, maar ook de werkgevers en de ondernemingen attent te maken op wat er allemaal mogelijk is. En dan is het delen van ervaringen van ondernemers die het inmiddels al hebben gedaan natuurlijk heel erg goed. Er zijn heel veel mensen die thuis zitten die gewoon geen idee hebben hoe ze aan de bak kunnen komen. En om op die manier of op deze manier van die ontbijtsessies verbindingen te zoeken, denk ik dat gewoon meer mensen meer kansen krijgen. En de middelen die er in de regio zijn, dus in dit geval door de gemeente beschikbaar gesteld en UWV beschikbaar gesteld wordt, hun voordeel mee te doen. Want daar zit zowel voor de regio als voor de ondernemer zelf veel voordeel te behalen. Inspirerend. Ik vond de presentatie van de beide werkgevers vond ik erg leuk. En ik denk dat door hun enthousiasme best wel mensen van andere bedrijven over de streep getrokken worden om ook op die manier personeel te werven. Misschien dat we het nog zelfs vaker moeten doen. Om zo met elkaar in contact te blijven en het beste in elkaar naar boven te halen. Sharon is hier aan het werk gekomen omdat wij een vraag hebben uitgezet bij de gemeente. Want Gelinda en ik hebben een poos geleden horeca groothandel overgenomen. En er zijn gewoon zoveel hand- en spandiensten hier dat we gewoon alles niet meer konden bolwerken. We kunnen een vacature uit gaan zetten. Maar waarom is het niet leuker om gewoon iemand aan het werk te helpen die nu thuis zit, moeilijk een baan kan vinden? Waarom kunnen we niet zo'n iemand een kans geven? Dus vandaar dat we naar de gemeente zijn gestapt. Ik heb op dit moment veel contact gehad met Ad Bultrum. Na de eerste 2 weken ging het gewoon nog niet zo heel erg goed. Dus ik heb hem ook meteen gebeld en gezegd van nou, dit is er aan de hand. Wat kunnen we aan doen? Welke handvat kunnen wij aangereikt krijgen? En hij heeft daar meteen op ingesprongen. Sharon heeft op dit moment nog wel een extra stukje begeleiding nodig. En dat is voornamelijk omdat zij een hele poos uit het werkveld is geweest. Zij is voornamelijk thuis geweest, is gestopt met school. Dus ze heeft heel weinig tijd gehad om zichzelf te ontplooien en om de werkzaamheden te leren natuurlijk. Wat wij belangrijk vinden is dat ze niet alleen qua werk groeit, maar dat ze voornamelijk groeit op het gebied van zelfvertrouwen, dat ze zichzelf meer gaat waarderen, dat ze in gaat zien wat ze allemaal kan. Want er zit zoveel in dat meisje, maar het moet er gewoon nog even uitkomen. En ik hoop gewoon dat we met dit team al die positiviteit toch uit kunnen halen. Hoe mooi is het om iemand een kans te kunnen geven die hij of zij anders niet gekregen had. En tuurlijk kost die coaching en dat ondersteunen wat extra tijd. Maar daarentegen krijg je er gewoon heel veel voor terug. We krijgen ervoor terug dat we eerst een meisje hadden die vrij onzeker was en niet van zichzelf vond dat ze goed was. En die nu stralend binnen kon lopen en met een lach weer weggaat. Van de week hebben we dus inderdaad een evaluatiegesprek gehad. En daar is eigenlijk uitgekomen dat ze het superleuk vindt. En wat ik nog leuker vond, is dat zij aangaf dat haar moeder tegen haar had gezegd van meid, ik ben zo blij dat je elke dag weer met een glimlach opstaat. Johan is bij ons aan het werk gekomen via Talentportaal. Ik heb contact gehad met de gemeente en de gemeente heeft me verwezen naar het Talentportaal. En toen ik dus benaderd werd door de gemeente van er is een bedrijf in Nijverdal met een ICT-achtergrond. Ja, dat vond ik gewoon een mooie kans. Zo ben ik uiteindelijk weer terechtgekomen. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit in eerste instantie uit de service desk. Deze bestaat uit de aannemen van telefoons, de klant terugbellen, e-mails die binnenkomen beantwoorden. Verder hebben wij in het magazijn ook een aantal werkzaamheden, hand- en spandiensten. Daarnaast bereid ik de computers voor die later bij de klanten worden geplaatst. Dus een stukje hardware, een stukje software. Naast de computer heb ik nog randapparatuur die ingesteld moet worden. Dus je moet echt overal verstand van hebben. Voor de rest zetten we in het magazijn ook de betaalkiosk in elkaar. Dat is misschien wel eens niet high-tech, maar dan zie je uiteindelijk, als het product eenmaal af is, ja, dan is het wel gaaf. Ik krijg zeker ondersteuning van mijn collega's en mijn leidinggevenden. Van mijn collega's krijg ik voornamelijk ondersteuning in het technische vlak. Bij de software en ook een stukje hardware. En daarnaast is het ook zo natuurlijk, ja, ze kunnen ook niet alles voorzeggen. Af en toe moet je ook zelf het probleem zien oplossen.
Ja goed, ik ben echt meteen, de overgang is best wel hard geweest van niet 9 tot 5. In één keer aan 9 tot 5. Maar ik heb gewoon bewust voor gekozen om hier altijd te verschijnen. En mijn werk te doen. Dus niet de kantjes eraf lopen. Nou ja, je zit sowieso natuurlijk lekkerder in je vel als je werkt. Dus het is beter dan thuis zitten. Ja, je voelt je nuttiger. En dat geeft een goed gevoel. Voor ons als bedrijf was het zoeken hoe we Johan aan het werk konden krijgen. Er was wat terughoudendheid ten aanzien van financiën, begeleiding. Een beetje huiver van gaat het veel geld kosten? Kost dat veel tijd van de organisatie? De gemeente heeft ons daarin heel goed begeleid. Ons alle ruimte gegeven. Ook de ruimte qua financiën. Gezorgd dat we Johan een stukje opleiding konden doen. Dat is een stukje co-financiering geworden. 50-50. Voor ons heel interessant om Johan op die manier de skills te laten hebben die we nodig hebben hier in het TNM bedrijf. Johan heeft nu de tijd en de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daar ligt geen druk qua tijd. We hebben wel een stappenplan ingezet van hoe krijgen we Johan qua kennisniveau op het juiste niveau. En aan de collega-ondernemers zou ik graag willen meegeven dat het de gemeente heeft een open deur. Help je erbij, coach je mee. Er zitten geen restricties aan. Het is een heel vrij traject met wel een heel duidelijk resultaat dat iemand weer in het arbeidsproces komt. En als bedrijf hebben we daar voordeel van, want we hebben zometeen een goed geskilde medewerker die bij ons aan het werk kan of eventueel ergens anders aan het werk, maar die de juiste vaardigheden heeft gekregen.